Ze zullen niet stoppen totdat ik misschien stop. Maar ik garandeer jullie nu al, ik stop nooit. Geloof me echt. Dus ik bedoel, ik doe niks verkeerd. Ik ga gewoon door. En wat gaan jullie nu doen? Een nieuw clubhuis ergens anders openen? Nee, maar we hebben nog 3 clubhuizen zonder dat ze het weten. Dus ja. En ik zit hier vlak aan de grens. Dus over de grens is het in Duitsland legaal om een motorclub te zijn. Dus over de grens heb ik een groot clubhuis. Tuurlijk ben ik voorbereid hierop. Het is niet zo dat we donderdag volgende week in één keer niet weten wat we doen moeten. Dat weten we nu al. Ja, wat ga je doen dan? Nou, een ander clubhuis. We hebben clubhuizen genoeg. Maar daar zit hij net over de grens. Dus daar kunnen ze niks aan doen met de Nederlandse justitie. Nou ja, kijk, ze hebben clubhuizen gesloten van Amsterdam. Van de grote club. In Enschede van de grote club. En die bestaan nog steeds nog. Die leven nog steeds. En wij leven ook nog steeds. Ondanks dat onze oprichter al lang weg is. Ondanks dat. We gaan gewoon door. Ik bedoel, ook al moet ik morgen weg. Voor een paar maanden of wat dan ook. Dat gaat altijd door. Kijk, de gekkigheid is, ik heb het voorspeld. Sinds dat ik in de politiek ben, gaan ze dit doen. En ik heb het ook voorspeld en het is ook gebeurd. Sinds dat ik de politiek in wil, heb ik 12 invallen om mijn persoon heen gehad en nu het clubhuis weg. Dus ja, ze zitten mij toch te wars op een of andere manier. Ze gunnen me niet, denk ik, dat ik in de politiek ga. Wat dan ook. Wat vind je überhaupt van de actie? Wat het ergste is, dat ze vanmorgen mijn dochters, die door de buurvrouw gebracht werden naar school, voor 12, 16 jaar met getrokken wapens uit de auto haalden. En die gingen vieren, dat vind ik het ergste. En dat het zo persoonlijk wordt tussen mij en hun, terwijl ik gewoon thuis zit te zien. In plaats van dat je mij nou ophaalt en fouilleert en met getrokken wapens, dan ga je mijn dochters uit de auto halen terwijl die naar school gaan. Dat is natuurlijk het meest absurde. Als je een beetje verzoensnorm hebt als politieagent, dan blijf je met de poten van kinderen aan voor 12 jaar. Daar blijf je gewoon vanaf. Daar ben je echt een kerel. Mij mag je rustig aanpakken. En je mag me ook met mijn arrestatieteam met mij in de zitten, niks. Maar blijf met je poten gewoon van kinderen af, joh. Wees gewoon een echte kerel.